Welkom bij alweer de derde aflevering van de AZ en Team Gullit Battle. De offline en online skill games zijn geëindigd in een 1-1 tussenstand. En vandaag gaan Dani en Aristoot het tegen elkaar opnemen in de zogenaamde score games. Weten jullie wat het inhoudt? Een beetje. Ja. Yes. Tijdens deze score games gaan jullie een potje FIFA tegen elkaar spelen, maar ieder tegendoelpunt moet je een opdracht uitvoeren. Ja, daar heb ik van gehoord. Yes. Heel veel succes. Thanks. We gaan 3-4-1-2 spelen, dat is mijn tactiek in ieder geval. Ik ga vol op de aanval. Hij is Nederland, ik ben AZ. Let's go. Succes. Succes, man. Nou, wat zal dit brengen? Nederland in de aanval. Over de linkerkant. Oké. Yes, daar komt Dani op voorsprong. Oeh, zo typisch, hè? Nu moet ik een kaartje pakken. Nu moet je een kaartje pakken. Ja. Wat zal ik opstaan? Maak een rare Snapchat en stuur deze naar iedereen die je vrienden. Dat is wel leuk. Lekker rare stoot. Na de wedstrijd toch. En nu. Dani weer in aanval. Oh, hij is wel sneller met Jansen. Ja. Uitgerekend een autosetter. Geef een shout-out naar de ander op social media. Ah, leuk. En dan? Ga je nog wat terug doen, Aristot? Yes, dit ziet er niet goed uit. Oh, jemie, nee zeg. Volgende. Ren 2 rondjes om het stadion. Oh. Ah, wel fitnessboy, ja, dus hij moet goed komen, toch? Lekker zweten. Ah, gelukkig is je conditie goed. Eenrichtingsverkeer. Dost, ja. Yes. Bijsluiten van Jansen. Oh. Jansen doet hem weer pijn. Oh, joh. En dat voor rust. Aristot, je kan je niet meer vertonen op straat. Wat? Je tegenstander mag een ijsbucket over je heen gooien. Ja, oh man. Na het rennen is wel één voordeel. Ongelooflijk. Nou. Now Dost. Komt er nog een vijfde voor de rust? All about picking the right pass now as he cuts it back. Oh, fuck. Oh, fantastic goal. Counter. Je tegenstander moet een opdracht pakken. Ah man. Ciao, man. Waarom zit hij er überhaupt in? Oh, die okay. Zat er ook nog in. Druk 10 keer op. Dit is wel heel makkelijk. Ja. Red je dat wel, Dani? Dan zet de tweede helft naar de rechterkant. Wuitens. No. Hey, nog één pakken. Okay. Hé. Do het YMCA dansje. Oh, die is leuk. Nee, maar ik ben ook heel houterig. Dus, even oefenen, Dani. Ah, dat wordt lastig. Nice. En gaat er ook een tweede komen? Schorre balverlies, weghorst, jawel. Ja. Okay. Geen idee, laatste. Oké. Okay. 5 keer op en neer op de tribune. Oké. Okay. Ja. Het is wel mooi weer, zonnig buiten. Ja, dat is een voordeel, hè. Nice. Beter dan de vorige keer. 5-2. Hoe kan dat, man? Wil je het echt weten? Ja, gewoon niet verloren. Ja, tenminste, ik had aan het begin heel veel kansen. Ik schoot vanaf 2 meter op de keeper. En volgens counteren hij mij deed het weg, ja. Nou, je hebt één voordeel. Je hebt de counterkaart gepakt. Dus jij mag 4 opdrachten uitvoeren. Dani, jij 3. Ja. 1 voordeel, heren. Het is prachtig weer. Ja, dat wel. Geniet ervan. Yes. Oké, let's go. Nou, daar gaan we, Dani. Dat is 1. 2. Gaat hij snel? Oh, 3. Zo makkelijk is dat nog niet. 4. En de laatste. Oh, helemaal op het eind van zijn Latijn. Dani Visser, 5 keer op. En nu ook nog de laatste naar beneden. Respect. 2 rondjes voor Aristot. Mazzel dat het in het stadion is en niet om het stadion. Echte voetballer, hè? Die redt dat wel. Zichtbaar onvermoeid vliegt hij langs het veld. Nog even een eindsprintje. Ja. Easy. Ja, ging het zo makkelijk? Nou, 10 keer. Oh, dat kan wel dieper, Dani. Kijk.
Netjes. Oké, daar zijn we dan. Ik ben met niemand minder dan Dani Visser. Die van 18 is voorbij, maar alsnog, ik heb pak slaag gekregen. 5-2 verloren van hem. Ja? Jij voelt je wel goed, hè, of niet? Tuurlijk, altijd. Oh man, man, man. Jij bent jij goed, jij jongen. Jij bent zo goed. Echt geweldig, man. Ik heb echt respect voor jou, Medlo. Tikke man. Yo. Netjes, waar is dat? Oké. Een selfie. Oh, ik zie Dani Hagenburg. Ali. Bob. Hey, waarom? Ryan. Fredda. Ah, stuur maar naar iedereen. Kom, Weiland. YMCA. Je mag meedoen thuis. Ziet er soepel uit, heren. En sportief van Aristot dat hij meedoet. Daar komt hij. Ja, soepel hoor. Ja, dat ziet er goed uit hoor, Dani. Oh, oh. Sorry man, I have to do this. Ja. Oh my god. Dan de laatste. Oh my god. Lekker hoor. Gelukkig schijnt de zon. Het is het einde van de Skill Games. Aristot, hoe voel je je? Goed. Verfrissend. Lekker. Dani, je hebt 2-1 gewonnen. Ja, ik voel me perfect. Ja, geen ijs over me heen. 2-1 gewonnen. Dus. Ja. Gefeliciteerd. Dankjewel. Jij wint de battle. Gefeliciteerd, man. Dankjewel. Dank. Yes. Dank voor het kijken en vergeet je niet te abonneren.